Ik heb hier voor me een product wat ik heb gemaakt in Canva. En deze gaat zo meteen naar Etsy, maar daar moet ik natuurlijk allerlei mock-ups voor maken. Een van de makkelijke dingen die je kan gebruiken eigenlijk om zo'n mock-up te maken zonder dat je hem zelf maakt, is naar Share te gaan of naar Delen, Download. Kies voor PDF standaard en klikt op Downloaden. En dan zie je hier Sending this to a printer. Als je hierop klikt, Print this with Canva, kan je deze afbeelding groot maken. Hier zitten dus al mock-ups tussen die je kan gebruiken. Als je op een Windows computer zit, is het Windows toets Shift S. En dan kan je hier precies een screenshot van maken die je kan gebruiken. In Canva bijvoorbeeld. Zit je op een Mac, dan is het Command Shift 5. Heel veel succes met je producten op Etsy zetten.